In BN De Stem van woensdag hebben we een verhaal over de aanpak van de criminaliteit in de grensstreek. Het blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Tilburg dat het met die aanpak niet altijd even goed wil vlotten. Nederlandse politie en justitie is het niet altijd eens met de partners in België over hoe ze zaken aan moeten pakken. Dan hebben we naar aanleiding van de gladheid op de wegen bij de politie is nagevraagd waarom er op een dag dat er zoveel gladheid is en automobilisten toch al langzaam rijden, er toch overal flitsers langs de snelwegen staan. En dan hebben we nog een leuk verhaal over naar aanleiding van een vraag van een lezer uit Rijsbergen. Die vroeg zich af, hoe lang mag ik nou geen auto rijden als ik een jointje gerookt heb? Wij hebben dat dus nagevraagd bij politie, openbaar ministerie en bij Novo de Kentron, maar niemand kan daar echt een duidelijk antwoord op geven.